Ja, Alfred, hoe hard komt die dreun aan als je in de slotfase alsnog verliest van Liverpool? Ja, tuurlijk. Dat is altijd zonde, hè? De manier waarop hij dan valt vanuit een corner. En natuurlijk hebben ze veel corners gehad en ook wel mogelijkheden eruit. Maar het is altijd lullig als hij dan vanuit een corner valt. Ja, zelf scoren we ook regelmatig uit corners. Van hun is het natuurlijk ook een sterk wapen. En hoe hard is de klap, de 2-1, in de laatste minuten ongeveer? Ja, wat je zegt, was het sowieso moeilijk vandaag. Maar dat je hem in de laatste minuten tegenkrijgt, maakt het wel extra zuur. Ja, hoe vond je de wedstrijd, die druk van Liverpool, die ja. Ze hebben zich weer herpakt, zeg maar. Ja, natuurlijk. Maar we wisten natuurlijk dat Liverpool een grote ploeg is en met hele goede spelers. En de druk met het stadion erbij, intensiteit is mega, mega groot en dat hebben ze vandaag ook laten zien. En het was natuurlijk voor ons een hele intensieve wedstrijd, waarin we eigenlijk de tweede helft beter doen dan de eerste helft. En leken we ook wel iets meer controle af en toe te krijgen, maar uiteindelijk ja, zonde natuurlijk dat we hem verliezen. De trainer zei, jullie hadden ook wel verwacht dat Liverpool weer de druk zou zetten die ze normaal gesproken zetten. Hoe was het voor jou in het veld om ze maar te zien blijven komen? Ja, wel anders dan normaal. Ik denk dat we niet echt gewend zijn om zoveel te verdedigen. Dus op zich, in dat opzicht nog ook wat complimenten voor het team. Maar wat je zegt, je weet dat zij gaan komen. Dat ze, hun laatste wedstrijd was niet top. Thuis op Anfield, dus gaan gas geven en druk zetten. Ja, we waren vandaag niet ready genoeg, denk ik. Nee, wat waren de afspraken tussen jullie onderling? Ja, gewoon met lef spelen, duels winnen, maar ook gewoon eronder uit proberen te spelen. Ja, daar kwamen we net niet aan toe steeds, dus dat is wel lastig en dan kom je niet echt in de wedstrijd. En dan probeer je gewoon op een andere manier nog punten te pakken en dat is net niet gelukt. Nee, is dat een verdienste van Liverpool of is dat zeg maar niet goed van Ajax, dat jullie niet genoeg kansen kregen? Ja, ze hebben het goed gedaan, maar ik denk dat je altijd naar onszelf moet kijken. En, ja, vandaag was het net niet goed genoeg. Je had vooraf gezegd dat je moed wilde zien bij je spelers. Heb je dat gezien? Ja, goed, in fases zeker, ja. Maar ik dacht ook dat de eerste helft kon het een paar keer beter. Dat hebben we ook aangegeven. En je zag wel bij de goal die we maken dat we heel goed waren aan de bal in zo'n fase. En die momenten moet je dan vaker zoeken. En nou goed, dat had beter gekund. Maar je hebt ook te maken met een topploeg die ons heel goed afjaagt. En die dat uitstekend doet met heel veel risico. Ja, dat zie je niet vaak. Het scheelde niet veel, of je had gewoon nog een punt gehad natuurlijk. Ja, dat bedoel ik wat ik zeg. Je wilt op een andere manier dan eruit proberen te komen en alsnog kansen creëren en gewoon een punt pakken. Maar je hebt het lastig, dus dat maakt het wel moeilijk. Maar leren, meenemen en doorgaan. Ja, van dit soort wedstrijden leer je gewoon toch? Ja, genoeg, want dit is ook op een andere manier verdedigen natuurlijk. En, we zijn niet gewend zo te spelen, dus ik denk dat we genoeg hieruit kunnen leren. Heeft Liverpool je verrast in dat opzicht, dat ze zo die druk zetten? Eigenlijk niet verrast, omdat je weet hoe ze spelen in thuiswedstrijden. En dat proberen ze altijd. Zeker omdat wij natuurlijk ook een voetballende ploeg zijn. Dan wist je ook dat ze een bepaalde risico zouden nemen. En dat weet je, hoe een trainer denkt. En, tegen andere ploegen nemen ze wat minder risico, omdat het dan niet nodig is. Tegen ons hebben ze het wel gedaan. Met wat voor een gevoel kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, wat ik net zeg, leren, positieve dingen meenemen en kijken wat we beter konden doen. En de volgende keer ready zijn. Ja, wat zijn de positieve dingen? Ik denk de keer dat we hebben gevoetbald zag er wel mooi uit. En maken we ook een mooie goal. En dat moeten we gewoon meenemen. En ik denk dat we op verdedigd opzicht ook wel heel veel goede momenten hebben gehad. Even de supporters, de Ajax supporters, ja. De Meegrijze supporters. Ze waren goed te horen, hè? Het was geweldig. Als je het geweldig, ook al voor de wedstrijd, gisteren bij de training al, hè, dat maakt het wel speciaal, de Champions League voetbal natuurlijk, dat ze gisteren al bij de training erbij zijn en dan vandaag in het stadion, vroeg in het stadion. Natuurlijk ook geweldig voor hun, maar geweldig voor ons als ondersteuning. Dus dat is ook super dat je het gevoel hebt dat je samen bent hier om een resultaat te halen. Helaas niet gelukt, maar we kunnen er wel veel van leren. Kun je leven met deze uitslag? Ja, op zich. Kijk, natuurlijk als je zo laat valt, is altijd jammer. Maar ik kan niet zeggen dat het niet verdiend is dat ze gewonnen hebben. Hè. Ik bedoel, voor mij 10 corners meer gekregen dan ons. En ze hebben ook meer schoten op doel gehad. Dus wat dat betreft kan ik er niks van zeggen dat het niet verdiend zou zijn.